Het operationele team van House of Hope bestaat vandaag uit Henry, Goris, Edward en Aart. Dus vandaag gaan we ons concentreren op alleen de keuken aan te pakken. Ja. De bedoeling is dat we dit hele keukenblok gaan we weghalen, want het is gewoon niet schoon te krijgen. En dat gaat weg? Ja, dit gaan we afvoeren. Dus ik wou bij mijn voorstellen zijn dat we hem helemaal even strippen. En, ja. En dat we dan aan het schoonmaken gaan. This feels strange and untrue, and I won't waste a minute. Als ik heel eerlijk ben, schrok ik er best wel een beetje van. Ja. Want wat trof u hier aan? Ja, eigenlijk iemand die geen orde kan houden in zijn leven, denk ik. Maar ook in zijn huiselijke situatie. En ja, het is eigenlijk een chaos. We hebben ook met de bewoner afgesproken. Joh, de hele flat, dat is eigenlijk best wel heel veel. Dat willen we misschien op termijn wel eens een keer doen. Maar als we nou gewoon eens eerst met de keuken beginnen. De keuken was dramatisch eigenlijk. Nou, we hebben een dode muis eronder gevonden en het stinkt. En het ziet er gewoon niet uit. Maar we zijn wel blij. En dat is ook onze ervaring trouwens als House of Hope. Als we met dit soort dingen beginnen. We doen het wel gefaseerd. Niet alles in één keer. Maar wat je vaak ziet is dat de bewoners een nieuwe impuls krijgen. En dan toch denken van, als ik gewoon nou in vervolg de schouders er zelf ook onder ga zetten. Dan kan het ook wat worden. Tell me that you'll open your eyes. De hulp is dus niet vrijblijvend. Veel hulpvragers komen binnen via het sociaal team van Rivierenwijk. De lijnen zijn kort. Kom je daar binnen en wat moet je wel, wat kun je wel meenemen en wat niet? Eerst kwam een meneer met de vraag van, nou, ik wil graag hulp bij hoe het nu in mijn huis is. En dan maken we eerst die bewoner en ik een soort stappenplan van wat ga je allemaal doen en hoe zou je het aan kunnen pakken. En dan voor dat stukje van die zegt, nou, dat vind ik heel erg lastig, heb ik House of Hope gevraagd. En die sprong daar gelijk in, nog voor de vakantie. En nou, dat is gewoon heel erg prettig om een begin te maken, om weer perspectief te zien. Ook Edward kreeg een nieuwe start dankzij House of Hope. When you're down. Ik had in 2009 mijn relatie verbroken. Toen heb ik 3 jaar op straat geleefd. Vorig jaar juni heb ik voor het eerst een woning gekregen. Echt iets voor mezelf. En dat was het beste. Wat ik echt kon overkomen. Nou, het mooiste vind ik nog altijd slopen. Dat vind ik juist het mooiste. Echt lekker de beuk erin gooien. House of Hope bestaat 3 jaar en kreeg onderdak in evangelisch centrum De Oase. We zijn nu met 5 kerken die zich gebundeld hebben, zeg maar. En die zeggen met elkaar, we willen gewoon naast de mensen staan. We zijn een christelijke organisatie. Maar ongeacht herkomst of religie, we willen er gewoon voor mensen zijn. Is dat kleur, zwart-wit? Naast praktische hulp is ook schuldhulpverlening een van de poten van het werk van House of Hope. Hoe belangrijk is House of Hope voor deze wijk? Ja, House of Hope is ook heel laagdrempelig. Mensen kunnen daar binnenkomen voor een lunch, voor iets gezelligs te doen, om samen te eten. We eten gezellig met elkaar, we leven als familie met elkaar, we corrigeren elkaar het wel eens. En het is gewoon heel gezellig. Ja. Het sociaal team is blij met het werk van House of Hope. Als wij hulpvragen krijgen waarvan we denken dat we het niet goed hoeven op moeten lossen, dan stappen we even naar de overburen en dan kijken we samen wat de oplossing is. En de ene keer vraag ik hun te hulp, maar andersom is het ook wel. Als zij bezig zijn om ergens te helpen en ze denken er is toch meer nodig, we kunnen het niet alleen oplossen, dan word ik gebeld of even mijn collega's worden gebeld van goh, kom even meekijken. Maar House of Hope is onze buren. En dat is natuurlijk heel erg prettig als je daar mee kunt samenwerken. You've got a friend. Terug naar het klushuis. De keuken is met eenvoudige middelen opgeknapt en schoongemaakt. Nu is de bewoner weer aan zet. Kijk, als wij alleen maar schoonmaken, we gaan weer weg en de bewoner pakt het zelf niet op, dan heeft het geen zin. Er moet wel een bepaalde continuïteit in zitten. En meestal laten wij er ook bewust een aantal weken, misschien wel soms 2 maanden, gewoon tussen zitten. En dan gewoon dan eens kijken van hoe de situatie er dan uitziet. En als het weer verslechtert, nou, dan is het voor ons een reden om misschien niet door te gaan, zeg maar. You got a friend, yeah. Ain't it good to know you got a friend? Ain't it good to know you got a friend? Oh yeah, yeah, you got a friend.